geen digitale dingen meer op school? Eens of oneens? Oneens. Waarom? Omdat het de tijd van nu is. Tegen. Waarom? Als je niet weet welke klaslokaal of wat huiswerk je hebt en je wilt nog snel op school maken als je een tussenuur hebt of zo, dan kan je dat laat maar zeggen niet opzoeken of doen. Oneens. Want? Je moet ook op de computer dingen maken. Ik ben tegen, want ik denk dat je sowieso moet leren omgaan met digitale dingen zoals computers en iPads, tablets, want dat heb je nu gewoon nodig in je leven, dus dan moet je op school al leren mee om te gaan. Hoe vaak heb je een computer nodig bij het maken van je huiswerk? Oké, bijna nooit. Dit kun je nog in één keer eigenlijk. Eén keer per dag? Nou, ik zit niet meer op school, maar toen ik nog wel op school zat, had ik voor bijna alles wel een computer nodig. Want eigenlijk alle opdrachten moest je eigenlijk wel uittypen of ja, in een tekstboek maken. Maar dan moest je misschien weer dingen op Google opzoeken of zo. Schrijf je nog dingen met de hand of doe je alles op de computer? Ik schrijf ook nog wel dingen met de hand, maar ik doe ook wel vaak iets met de computer. Ik doe meer dingen met de hand. Op de computer? Ik schrijf bijna geen dingen meer met de hand. Toevallig moest ik gisteren iets opschrijven en toen dacht ik echt, wow, dat is heel lang geleden dat ik heb geschreven. Vertrouw je alles wat je ziet op internet? Nee. Hoezo niet? Weet ik veel, gewoon niet. Nee. Hoezo niet? Er zijn heel veel dingen eigenlijk gewoon nep op internet. Nee. Waarom niet? Dat kan. Nee, ik vertrouw zeker niet alles wat ik zie op internet. En ik denk dat je daar ook daar moet je over leren. Of je alles wel zo moet geloven. En ik denk dat dat dus ook heel belangrijk is om dat op school te leren.